Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Op Pad met Ad. Hier op de paden van de Eshof zijn sinds kort 3 straatnaamborden aangebracht die herinneren aan 2 verzetstrijders en aan de laatste rabbijn van Dordrecht, Barend Joshua Catan. Het is voor het eerst dat de paden op de Eshof officieel een naambord hebben gekregen. En waarom dat is, daarover praat ik met 2 gasten. Hans Bergvoets, die komt later in beeld, maar eerst praat ik met Ichle Weidenaar. Zeg ik het goed? Hij staat buiten beeld, we gaan maar aan toe. Meneer Weidenaar, nou moet ik het goed zeggen. Precies. Waarom heb ik nou zo moeite met uw achternaam? Ik heb geen idee. Ik heb ook geen idee, zo moeilijk is het niet, maar nee. Welkom op Essenhof. Ja, dank u wel. Ja, we zien het eerste naambordje daar al staan, hè? Het Leendert Keesmaatpad. Zullen we er eens even naartoe lopen? Ik ga straks praten met Hans Bergvoets over wie nou het initiatief heeft genomen. U vertegenwoordigt als het ware niet alleen de Eshof, maar ook de gemeente. Ja. Wat was jullie belang om dit initiatief te steunen? Nou, Eshof is een gemeentelijke begraafplaats en Eshof zelf is een hele grote begraafplaats, 13 hectare groot. En wanneer mensen op zoek zijn naar een graf en ze krijgen van de collega's van de administratie, krijgen ze een plattegrond mee. Dan is het toch vaak dat mensen aan het zoeken zijn. Mensen kunnen slecht kaart lezen. Dus een aantal jaren geleden ontstond het idee om de paden op de begraafplaats een naam te geven. En dat is verder uitgewerkt. In eerste instantie werd er gedacht aan namen van bomen. Er staan hier heel veel bomen op de begraafplaats. Maar ja, dan zou op een Prunuslaan uitkomen. Die hebben we op Dubbeldam aan. Ja. Dus dat is wat minder gepast. En eigenlijk gelijktijdig kwam Hans Bergvoets met een burgerinitiatief voor, je raadt het al, naamgeving op paden. En dat werd een 1-2'tje samen met Hans Bergvoets en Jan Alleblas om namen aan paden te koppelen. Ja, maar toen jullie van het initiatief hoorden, hoe snel was het besloten dat de gemeente of de Eshof of allebei hieraan zouden meewerken? Was dat echt gelijk appeltje-eitje of moest er toch nog eventjes over worden nagedacht? Er moest vanzelfsprekend wel over gesproken worden intern. Wanneer het officiële straatnamen betreft, daar gaat de straatnamencommissie over. En het college neemt daar een besluit in. Dus er is een collegebesluit voorbereid. En in de laatste vergadering van het vorige college heeft het college besloten om de eerste 3 paden op de begraafplaats van een officiële straatnaam te voorzien. Ja. Zullen we even naar het andere bordje lopen? Nou is het zo dat het zijn dan mensen uit de Tweede Wereldoorlog, hè? Verzetshelden, 2 stuks. Ja. Stonden net bij het eerste bordje en je hebt ook nog Leni Dieke heb je dan. Ja. Wat ik me afvraag, nou hebben we het hier over 3 borden. Zijn die 3 borden een opstart naar meerdere borden dan? Want ik bedoel, de Eshof is vrij groot. U gaf net zelf al aan hoeveel hectare het is, met heel veel paden. Als ik zo om me heen kijk, dan denk ik, dan moeten er nog heel veel straatnaamborden bij komen. Nou, wil je echt een bewegwijzering krijgen door dit mooie kerkhof? Er komen er inderdaad, op de graafplaats. Er komen er inderdaad meer bij. Ja? En hoeveel? En we hebben 7 paden zo en zo geselecteerd die een straatnaam zullen krijgen. Ja? Elk klein paadje, dat hoeft geen officiële straatnaam te worden. Het is voor Eshof zijnde, voor de burgers van Dordrecht die op zoek zijn naar een graf, ja, van belang dat de hoofdpaden, dat die voorzien zijn van naamgeving, dat er naambordjes staan. En de eerste 3 naamborden zijn geplaatst. Het college heeft inmiddels nog 3 paden aangewezen met een officiële straatnaam. Daar volgen de onthullingen van en net als van de eerste 3 naamborden krijgt elke onthulling de aandacht die het verdient. Ja, dus, ja, dat snap ik. Maar u zegt steeds straatnamen. Ja. En als ik hier loop, heb ik niet het idee, ik loop hier op een straat, dit is voor mij een pad. Klopt. Maar u bent al heel erg van de juiste bewoordingen. We hadden het net in het voorgesprek, had ik het over een familiegraf. Nu zei je gelijk tegen mij, nee, dat is een particulier graf of eigen graf. En we hebben een algemeen graf, de algemene graven en de particuliere graven. Is dat ook zo met de straatnaamborden, dat u dat bewust zo zegt? Het is heel bewust. Het zijn officiële straatnamen. Stel, over een aantal jaren, de huidige medewerkers op Eshof, die werken niet meer.
En een teamleider zou dan zeggen, die straatnaam, we lopen nu naar het Barend Jozakken Tandpad. Ja. Dat vind ik zo'n rare straatnaam, ik haal hem weg. En op het moment dat een officiële straatnaam is, dan kan dat niet. Dan kan dat niet, nee, dan moet het blijven staan. Dus uw opvolger kan niet denken van, nou, ik heb er weinig mee, weg. Nee, dat gaat niet. Nee. Die straatnaamborden, om het maar eens even zo te zeggen. Ik had het idee, die worden hier ook makkelijk geplaatst. Nu is al nummer 3 aan de beurt, komt nummer 4. Er komen er nog meer. Komen er te weinig echte straten bij in Dordrecht? Dat je kunt zeggen, nou, er komt een buurt bij. We gaan in die buurt, gaan wij die verzetshelden eren met eigen straatnamen. Nu is een soort uitwijk naar, nou, we gaan naar de begraafplaats. Daar hebben we nog heel veel paden liggen. En daar zetten wij die borden neer. Nee, het is niet een uitwijk naar de begraafplaats. Nee? De begraafplaats die bestaat bijna 200 jaar. Nou, grote delen van het dorp zijn zo oud niet. En er komen sporadisch komen er wel nieuwe straten komen erbij. En daar vindt de straatnamencommissie iets van. Die kent straatnamen toe. Maar juist omdat Eshof, de begraafplaats, een historische plek is, is er bewust voor gekozen om hier straatnamen te gebruiken. Ja, maar voedt u niet het idee dat men gaat denken, nou weet je, ik heb ook wat voor de stad betekend. Ik wil ook hier mijn eigen straatnaam gaan krijgen. Het hoeven niet alleen mensen te zijn uit de Tweede Wereldoorlog, waar nu voor is gekozen. Is dat denkbaar? Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Echt waar? Er zijn regels wanneer een straat naar iemand vernoemd kan worden. Iemand moet dan een bepaald aantal jaren overleden zijn en moet een duidelijk aanwijzing zijn waarom iemand vernoemd wordt voor een straatnaam of voor een brug. Ik ga u even onderbreken. We staan hier in het Rijtje, we hebben daar burgemeester Noorland liggen. Ja. Nou, die heeft wel heel wat betekend voor de stad, oud-burgemeester Noorland. Ik zie hier al een bordje staan met Jan Noorlandpad. De burgemeesters die vernoemd zijn, de straatnaam, die liggen in Dubbeldam. Dus zou daar een straat vernoemd worden, dan zou het passend zijn dat wellicht burgemeester Noorland daar vernoemd zou worden. Ja. En niet hier op de begraafplaats. Nee. Hoe uniek is het dat de Eshof is begonnen met deze, want we zien hier het Barend Jozewakker Tandpad, ziet u? Ja. De cameraman ziet het ook. Hoe uniek is het eigenlijk in Nederland dat dit gebeurt? Dat is uniek. Ja? Er zijn zeker de grotere begraafplaatsen die voorzien hun paden wel van namen. Maar ik noemde net de Prunuslaantje. Dat is een veel gekozen. Er wordt gekeken wat voor bomen er staan. Een Lindenlaan, een Prunuslaan. En dat is op zich prima natuurlijk. Alleen hier in Dordrecht hebben we voor wat anders gekozen. Ja, en op initiatief van Hans Bergvoets, die ik zo meteen eventjes ga ondervragen hierover. Of bevragen, dat klinkt wat vriendelijker moet ik zeggen. Voor verzetshelden en mensen iets betekend hebben in de Tweede Wereldoorlog. Het geeft ook wel, ja, voor mijn gevoel, weer een extra lading. Het zijn al mensen die misschien geëxecuteerd zijn. Dat klopt inderdaad. Ja. Snapt u mijn gevoel erbij? De eerste straatnaam die onthuld werd, dat was het Leendert Keesmaatpad. En het graf van Leendert Keesmaat is een van de eregraven hier op de begraafplaats. En het pad na de eregraven toe is vernoemd naar Leendert Keesmaat. Ja. En Leni Dieke, die heeft hier ook een eigen graf, hè? Moet ik het even zeggen? Een particulier graf. Particulier graf. Ja, ik moet echt opletten op mijn woorden. Een particulier graf. En ook een straatnaambord. Hoe heeft de familie daarop gereageerd? Weet u dat? Ja. De familie is ook aanwezig geweest bij de onthulling. Die heeft ook een medewerking verleend aan de onthulling. En de familie ziet het ook als een erkenning van het verzetswerk wat zij gedaan heeft. Ja. Dus bij ieder bord gaat er een aparte ceremonie plaatsvinden. Ja. Maar u heeft mij nog niet verteld hoeveel straatnaamborden er nu precies gaan komen. Hoeveel gaan het er worden? Mag ik een gok doen? Nou, dat mag. Er zijn er nu 3. Ja, ik denk dat we richting de 10 moeten gaan, denk ik. Nou, het zijn er nu inderdaad 3. Ja? De vierde wordt binnenkort wordt die onthuld. Dan zijn er nog 2 paden waar al een naam aan gegeven is. Kunt u ons de namen vertellen? Dat laat ik straks graag aan Hans over. Ja, oké, okay, het moet bij hem zijn. Want ja, okay. Die geeft ook de historische achtergrond ervan. Ja?
En er zullen nog een aantal volgen. En of dat er precies 10 worden of dat het er 9 worden. De begraafplaats aan de Zuiderdijk is natuurlijk ook nog een onderdeel van de gemeentelijke begraafplaats Esselhof. Ja. En ook daar zijn een aantal paden die op termijn een naam zullen krijgen. Oké, dus echt uniek voor Nederland dat we dit hier doen. Dat het officiële straatnamen zijn. Bent u daar een beetje trots op? Heel trots. Ja? Ja. Ik zie het aan u. Ja, dank u. Ja. Ik ga even met Hans verder praten. Goed. Want ik wil een beetje weten de achtergrond van de verzetsmensen en van de rabbijn en van wie er dan mogelijk nog een naambord geplaatst wordt. Daar kan Hans heel veel over vertellen. Ja. Ik loop naar hem toe. Goed. De Hans. Ad. Nou, jij bent mijn tweede. Een hele bijzondere aflevering. Ik heb dat nog nooit zo gedaan. Bijzonder, hè? Ja, het is ook heel bijzonder om hier te Esselhof te zijn. Ja, ja, ik hoop hier voorlopig nog niet te liggen. Maar dat is een ander verhaal, Hans. Wij staan hier bij, ja, mijn cameraman had het net in beeld, bij een lege paal. Klopt. Hier komt een straatnaambord op. Ja. Ik moet straatnaam zeggen, want anders krijg ik problemen met Iegelen. Vertel eens, wie gaat hier dit wordt de komen? Vierde officiële onthulling. Ja. En Gijs van Bemmel, een politieman die op 25 oktober 1943 door zijn collega's is opgepakt en de oorlog niet heeft overleefd, die krijgt hier een officiële straat. Het bijzondere van Gijs van Bemmel is, en dat verhaal is eigenlijk tot nu toe onbekend gebleven, het is een man uit het katholieke verzet. Als je namelijk hier op de Esselhof rondkijkt, ja, krijgen veel paden bekende namen ook wel uit het verzet. En dan zou je kunnen afvragen, waarom is die keus gemaakt? De straatnamencommissie, of de commissie inrichting openbare ruimte, wil de straatnamen graag logisch groeperen. Ja. Dus de Esselhof wordt een plek waar namen een plek krijgen die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Dus Van Bemmelen is een zeer logische keus. Drie namen zijn al voorgegaan. We krijgen nog 2 onthullingen, want het college heeft gezegd die namen kunnen. Ja. En er zijn nog 2 paden waar we nog met onderzoek bezig zijn. Welke namen zijn dat, Hans? De namen, we hebben die kunnen. Diet Barendrecht en haar man Jan. Die krijgen een pad vlak bij de ingang met zijn echtpaar en 2 paden naast elkaar. Dus een soort verbondenheid. Een pad wat er ook komt is voor Hamburger. En wie is Hamburger? Dat was een SDAP-bestuurder in de Tweede Wereldoorlog. Die is uiteindelijk door een leerling verraden en is bij Heinenoord doodgeschoten. En Hamburger was ook een grote naam in het verzet, maar dan bij de SDAP. En het echtpaar, daar is Diet, was leerling van het Jan de Wit Gymnasium. En we hebben al het Keesmapad gezien, die hoorden tot het gereformeerde verzet. Daar stond ik net met jouw collega, zeg maar. Ja, die hoorden bij de Wilhelminenkerk. Leni Dieke hoorde ook bij de Wilhelminenkerk. En we proberen eigenlijk bij naamgeving het vooral zo breed mogelijk te doen. Dat je dus eigenlijk door hier te lopen ook een beeld krijgt van de veelzijdigheid van het verzet. Ja, want wie heeft nou ooit het initiatief genomen om tot straatnaamborden te komen op de Esselhof? Wie lag dat initiatief? Ik moet bekennen dat ik daar de eerste notities voor geschreven heb. Maar er zit een idee voor. Ik denk dat je de saamhorigheid in de samenleving, de gemeenschapvorming, kan bevorderen als je weer namen verbindt aan mensen die van betekenis zijn. Of, ik was bij een bijeenkomst in de ontmoetingskerk en toen zei iemand, er lopen allemaal kreken in het polderlandschap, maar het staat nergens. Ook daar zou aan die kreken een naam gegeven kunnen worden dat je je bewust bent van het verleden en dat het verhaal wordt doorgegeven. En de Esselhof is hier een uitstekende plek. En ik hoop dat de Esselhof geeft een belangrijk voorbeeld. Een werkgroep van de straatnamencommissie is ermee bezig. Dat is Jan Alblas, die vanaf 1974 in het archief zit. Iegelen is daarbij betrokken, Nick. En wij proberen zo zorgvuldig mogelijk namen te kiezen. En als we dit hebben gehad, hoop ik dat er op meerdere plekken in de stad namen terugkeren om het verhaal door te geven. Mag ik even met jou terug naar het jaar 2021, Hans? Ik ben benieuwd.
En ga ik jou, het is geen quiz, hè? Het Wijzigpark. Ja. 2021, onthulling van ook een straatnaambord. Van de oud-trainer, de Joodse trainer van SC Dordrecht. Klopt. Of nee, van DFC moet ik zeggen. Arpad Wijs, althans. Precies. Daar staat het bord. Alleen de onthulling duurt wat langer, omdat het park wordt gerenoveerd. En zodra het park er weer bij ligt, waar we trots op zijn, zal het bord officieel worden onthuld. Is dat ook een straatnaambord? Officieel straatnaambord. En behalve dus zeg maar Arpad Wijs. In Bologna en andere steden in Italië wordt hij herinnerd, want daar was hij een toptrainer. En voordat hij dus zeg maar werd afgevoerd, heeft hij bij DSC als trainer gewerkt. En in het pad hebben we ook Charlotte van Praag heeft een pad gekregen. Dat was de waakhond van de stad. Die ja. keek vanuit haar flat op dat park. In parken kunnen ze ook namen krijgen. Maar we zijn nu begonnen met de Esso. Ja, maar wacht even Hans, nu ga je heel snel. We hebben het over het unieke karakter hier op de Esselhof. Zeker. Maar is dat voor een park dan ook uniek? Dat een park straatnaamborden krijgt? Dat is in Nederland tamelijk uitzonderlijk. Ik bedoel, ik ben uitzonderlijk, maar het is al eerder gebeurd. Ja, alleen Dordrecht kan er nog wat stappen bij zetten. Wat betreft parken, als je in Parijs loopt, heb je themaparken met name. Dat je je bewust wordt van schilders of mensen die aan muziek hebben gemaakt. Ja, ja. Als je naar Leeuwarden gaat, dan zie je bijvoorbeeld de Matahari, was die spion uit Nederland die in Frankrijk is gefuseerd. Ja. Haar route was er al voordat er een expositie kwam in het museum van Leeuwarden. En Dordrecht kan eigenlijk ja, op dezelfde manier de geschiedenis zichtbaarder maken. Want je loopt nu over een pad waar nog geen naam is. Ja. Maar dit is het pad voor Hamburger, Emanuel Hamburger. Dit is het pad naar de aula toe. Zo, zeker. Ik noem dit altijd het aulapad. Zeker, maar en hier aan de andere kant van de heg is zijn graf. Ja. Dus dat betekent zijn graf, het pad, is één verhaal. Hmm. Nu is het niet zo dat er altijd een graf moet zijn, maar wel dat we een verhaal kunnen vertellen. Maar even voor de kijker en voor mij. Jij zegt, dit wat hier gebeurt, hè, dat heeft Iglo al gezegd, is echt uniek. Dat heeft nog geen enkele begraafplaats in Nederland. Maar parken, ja, daar is het al vaker voorgekomen dat er straatnaamborden worden geplaatst. Zeker, maar het probleem in Dordrecht is, er zijn heel veel namen die men aan de stad zou willen teruggeven. Er is alleen weinig plek. Dus de commissie Openbare Ruimte, de straatnamencommissie, worstelt er ook wel eens mee. Ja. En ze gaan nu met dit plan aan de slag. En we zien trouwens ook hier het Lenin-Diekenpad. Ja. Lenin-Dieken was een koerierster in de oorlog. Alleen dat werd vaak zo gegeven bij vrouwen dat ze minder opvielen. Mm-hmm. He, Diet Barendrecht, haar pad, Diet deed veel meer dan dat we dachten. Omdat je een vrouw natuurlijk denkt van dat is alleen een vrouw. Maar ongekend wat ze dan ook deden. Vandaar ook dat er volgend jaar een expositie komt in het museum 4045 over vrouwen in het verzet. En het waren er absoluut veel meer als dat we tot nu toe dachten. Alleen Diek is echt een voorbeeldfiguur. Omdat we die naam hebben we wel herinnerd. Zij heeft hier in dit pad haar graf, hè? Ja, met... Zullen we even naartoe lopen? Daar lopen we even naartoe. Jij weet welk graf het is, Hans? Het is hier op een gegeven moment aan de linkerkant. Ja. En het is een graf waar vier mensen van de familie Dieken zijn begraven. Haar vader was wethouder. Particulier graf, hè? Ja, ik heb begrepen dat inderdaad zo is. Oh, kijk hier. Hier liggen de vier Diekes. Ja. Karel Dieken was AAP-wethouder in de stad Dordrecht. Heel beroemd in zijn tijd. Na de Tweede Wereldoorlog kon hij als wethouder niet terugkomen. Zijn vrouw en hij zaten ook samen in het verzet. En op sommige foto's worden ze de vader en moeder van het verzet genoemd. Dan zie je dus Leni Kouwe-Dieke, mm-hmm. een dochter. Maar ze was niet de enige die zich in het verzet waagde. Maar zij was natuurlijk een symboolfiguur. En ze was getrouwd met Philip Kouwe, een man uit de kunsten. Philip Kouwe heeft ook wel eens van haar een prachtige tekening gemaakt. Die hing een keer in het museum. Ja. En niemand wist meer dat eigenlijk de bekende Leni Dieken was. Dus door namen te herinneren, door verhalen te vertellen, houdt het betekenis voor nu, morgen en overmorgen. Hans, ik snap het verhaal achter de straatnaamborden. Ik vind het geweldig dat Dordrecht de eerste gemeente is die dat initiatief heeft genomen. Tenminste, jij hebt het initiatief genomen en dat ze zeg maar, zijn meegegaan in jullie ideeën.
Maar ik heb toch meer gevoel bij een, als ik dan hier zo sta, ik zie het bordje daar, denk ik, oké, Leningen Dieke. Maar als ik dan hier sta, heeft dat veel meer impact. Zeker, maar het is de combinatie, hè? Ja? Ik bedoel, er zijn heel veel graven, daar staat een bord, dus je weet ook, daar moet een relatie zijn. Hier achter de heg ligt het graf van Emanuel Hamburger, die wordt in de nabije toekomst onthuld. Ja, dat vertelde je net. Wij zoeken het meest nabije pad en dat is ook de Essel, want die moet natuurlijk kijken met zijn plattegrond en de bedrijfsvoering waar de logica zit. Ja. Het is alleen niet zo dat het alleen maar mensen zijn die hier begraven zijn, maar als die er zijn en we kunnen dat na goed onderzoek neerzetten, dan kunnen we dat doen. De rabbijn, hè, want rabbijn Katan, de laatste rabbijn van Dort, overigens een Joodse rabbijn zegt, het was voorlopig de laatste rabbijn, dus houd hoop voor de toekomst. Okay. En dat pad loopt door totdat je in de zichtlijn zit van de Joodse begraafplaats. Maar Hans, een slotvraag. Waarom hebben jullie gekozen voor mensen uit de Tweede Wereldoorlog? Omdat de straatnamencommissie deze plek van herinnering dat daar aan wil toegeven, aan toevoegen eigenlijk. Ja. En wat ik al zei, de straatnamencommissie doet het heel thematisch. Wielwijk is de Zeehaldenbuurt. Een politieke wijk is Krabbehof, hè. Daar is Jaap Burger, was een man uit de politiek uit Dordt, Verbrug. En je ziet de Vogelbuurt. Dus men probeert zoveel mogelijk niet een losse straat, maar een plek met namen die met elkaar verband zijn. Maar door een gebrek aan nieuwe straten, ja, ik zei het net ook bij Iegelen, is het als het ware uitgeweken naar de begraafplaats? Nee, maar zo moet je het niet zien. Nee. Het is gewoon, dit is een plek van herinnering. Men heeft wandelingen gemaakt waar die namen in voortkomen. Er liggen nog veel meer beroemde mensen die het waard zijn om in herinnering te houden. En er komt nu een belangrijke toevoeging met een totaal 8 straatnaamborden die officieel zijn. En het totaal van de Esselhof dichterbij brengen als een plek van stilte en mooie herinneringen die we willen bewaren. Ja, 8, maar het kunnen er ook meer worden. Dat hangt van de Essenhof af, want die kijkt... Hoezo? Welke paden bepalen zij toch niet? De Essenhof die kijkt namelijk welke paden zich lenen voor namen. Het moet ook logisch zijn. We hebben 6 paden zijn nu door het college goedgekeurd. 2 paden zijn nog in onderzoek, dus die gaan nog op een gegeven moment komen. En we willen ieder pad gewoon een hele serieuze onthulling geven. Dus Gijs van Bemmelen, op vrijdag 22 september, 's ochtends om 9 uur, zal dat pad worden onthuld. En doen we hier anders? Uiteraard door burgemeester Wouter Kolff, aangezien het een politieman is waar hij een bijzondere verantwoordelijkheid voor heeft. Dus het zijn momenten, ook wel een beetje parels van herinneringen die we met ons mee kunnen laten reizen. Nou mooi dat jullie de handen in één hebben gevouwen met de Essenhof en dat zij meewerken. Ik zie Iegelen daar net achter de camera staan. Dus, maar kom maar even Iegelen, want ik wil zeggen, het is een mooi initiatief van jullie allebei. En, ja, dat het zo vruchtbaar is gebleken. En wat de toekomst dan gaat brengen met die straatnamenborden, dat moeten we dan maar even afwachten. Dat is zo, maar vergeet ook niet Jan Alleblas, dat is de man van het archief. Ja? Die is in 1974 in dienst gekomen. Die heeft het archief in zijn hoofd zitten, dus hij heeft ook heel veel deskundigheid. We zijn een werkgroep van 3 die met elkaar kijkt binnen de richtlijnen van de straatnamencommissie om tot voorstellen te komen. Ja. En we werken heel zorgvuldig en zeer goed samen. Goed, hou dat vast zou ik zeggen. Ik ga jullie allebei bedanken voor het interview. Mooie verhalen van beide. Dank je. Tot zover deze aflevering van Op Pad met Ad. En u weet het, waar mijn pad ons volgende keer naartoe leidt, we wachten het af.